Hallo iedereen, welkom. Ik ben Leni. Ja, we zitten momenteel volop in de energie van de Leeuwenpoort. Die energie komt op haar hoogtepunt komende week. Maar eerst hebben we nog een nieuwe maan. Nieuwe maan in Leeuw. En daar wil ik iets meer over vertellen. En zo meteen ga ik ook via de kaarten eens kijken. Nu, ik had eerder ook al een video gepost algemeen over de energie van augustus. Dus ga zeker eens kijken. Daar heb ik het ook al over, die leeuwenenergie die heel sterk aanwezig is. Ja, nieuwe maan in het teken leeuw. Uiteraard een nieuwe maancyclus, een nieuwe start. En ja, deze nieuwe maan geeft ons extra energie, vernieuwende energie, een heel frisse energie. Iets wat ons helpt om de dingen op een heel andere manier te gaan bekijken. Een nieuw perspectief, een nieuwe kijk, met andere ogen. En dat maakt dat we ons voorbereiden op die volle maan in Waterman binnen 2 weken. Die kan zorgen voor een andere kijk, een andere visie. Dus het zou kunnen zijn dat we de komende 2 weken onverwachte inzichten krijgen, dat alles heel helder wordt of dat we gaan voelen dat wij zelf heel anders naar de zaken kijken, bepaalde zaken ook heel anders gaan waarnemen. Een nieuwe maan in Leeuw. Hij heeft een heel speelse, frisse, fijne, lichte energie. Dus alles wat zwaar heeft gewogen de laatste maanden, of het laatste jaar misschien zelfs wel, dat wordt een heel stuk lichter. We komen in die vuurenergie, dat is ook een iets meer mannelijke energie. Dus die mannelijke energie die wordt in ons aangewakkerd. We krijgen zin om te ondernemen. En deze nieuwe maan richt zich vooral op de heel fijne, plezierige dingen. Dus alles waar we van kunnen genieten. Ook de kleinere zaken die een bepaalde vreugde in ons leven brengen. Dat is een van de redenen waarom ik heel graag deze video maak. Ik heb hier een heel fijn gevoel bij en ik hoop jullie ook. Laat het mij zeker weten in de opmerkingen. Alleszins, deze nieuwe maan is een kans om eigenlijk een beetje te... We mogen gaan vieren, hè? We mogen gaan vieren dat we ergens doorheen zijn gegaan. Dat zagen we trouwens ook al algemeen in de energie van augustus. Ja, ons innerlijke licht, als ik het dan zo mag noemen, of misschien zelfs ons innerlijke vuur, dat is veel krachtiger aanwezig. We kunnen ook voelen wat ons drijft, wat ons vooruit helpt. Dus ja, daar vinden we ook die focus, die gedrevenheid, dat doorzetten terug van die leeuwenenergie. En we worden eraan herinnerd dat we ook mogen genieten, dat het niet altijd zwaar hoeft te zijn en dat het ook makkelijk kan. En deze energie, of vooral de nieuwe maan, laat ons eigenlijk zien dat dingen kunnen gaan toenemen. Jullie zien het in beeld, ik heb naast de Golden Healer ook citrien erbij geplaatst. Dus alles mag gaan toenemen, alles mag gaan uitbreiden. We mogen onszelf meer ruimte geven. Dit staat ook in het teken van vrijheid, dus alles wat gaat om onze eigen energie ruimte geven, wie we zijn ruimte geven, onszelf ook vanuit een bepaalde zachtheid benaderen, maar ook onszelf het allerbeste gunnen. En dat lichte stukje in die nieuwe maan, dat staat dit jaar algemeen centraal, met die 3x8 energie, waar ik het ook in de vorige video over heb gehad. En dat brengt bepaalde zaken in onszelf in evenwicht. Dus we komen eigenlijk terug in contact met onszelf. Die connectie is sterker met onszelf. En dat zorgt ervoor dat we ons inderdaad meer kunnen focussen op wat voor ons belangrijk is. En vooral die dingen die heel veel positiefs in ons leven brengen. Met deze nieuwe maan staat Jupiter trouwens behoorlijk centraal en... Ja, dat is degene die ook alles ruimte geeft, die alles doet toenemen. Dus dat hebben we ook nog eens extra. Nu, wat er de komende weken, en dat zien we met de energie van Jupiter ook, dat we ook de goede dingen in bepaalde zaken kunnen zien. Dus mochten we bepaalde zaken in ons leven toch nog niet helemaal vlot gaan, dan kunnen we daar toch wel in zien waarom het nog gaat. Of waarom het eerder niet helemaal vlot is gegaan. Dat heb ik in mijn vorige video ook genoemd. Het is alsof dat de energie van augustus ons
ook de minder fijne stukjes laat zien en dat het aan ons is om daarachter te kunnen kijken of verder te kunnen durven kijken naar wat er werkelijk speelt en wat daar de werkelijke bedoeling van is. En als we dat kunnen, dan kunnen we de goede zaken ook zien. Het is niet omdat er iets uit ons leven verdwijnt, hè, dat dat iets negatiefs is. Misschien wordt er ruimte gemaakt voor iets beters. Dus ik zou zeggen, bij deze nieuwe maan, probeer het positieve in de dingen te zien. Of mocht je het nog niet zien, weet dan dat het met de tijd wel duidelijk wordt waarom bepaalde dingen gebeuren, eerder gebeurd zijn, of waarom je misschien nog door een bepaald proces gaat. Ja, het is toch bijzonder, die leeuwenenergie. Het is uiteraard ook de energie van 2024 algemeen. Het is een energie die we maar om de, ja, ongeveer om de 10 jaar meemaken. En ja, dat laat ons toch even stilstaan bij ja, wie we zijn. Ook de wijsheid die we in ons dragen. Hoe krachtig we eigenlijk zijn. Hoe we ons door bepaalde stukken in het verleden heen gewerkt hebben. Dat we kunnen zien dat we tot heel veel in staat zijn. En het is alsof dat deze nieuwe maan ons daar extra wil aan herinneren. Van ja, weet dat je tot heel veel in staat bent. Dat je heel veel kan bereiken. Als je doorzet, als je niet opgeeft. En dan ben je, ja, daar zit ook een stukje manifestatie in. Maar echt het concreet maken van bepaalde zaken. En ook op een lichte, luchtige manier. Dus zaken waar je echt van kan genieten. En die jou dan nog eens extra voordelen brengen. Op welk vlak dan ook. Dus dat het op alle niveaus eigenlijk samenkomt en dat het niet langer zwaar is, maar dat je echt kan genieten van wat je doet en dat het leven jou dan ook nog eens voorziet van alles wat je nodig hebt op die manier. Ja, daar zit nog een stukje onder. Wie al eens een persoonlijke reading bij mij heeft aangevraagd, die weet dat misschien. En daar waar onze kracht zit, daar zit vaak ook onze diepste angst. Of onze diepste onzekerheid. Dus let er even op als er bepaalde angsten naar boven komen, bepaalde onrust naar boven komt, of jouw onzekerheden veel meer aan de oppervlakte komen, dan zou daar ook wel eens jouw kracht in kunnen zitten. Dat is iets wat met de tijd meestal wel duidelijk wordt. Maar haal daar even rekening mee dat deze nieuwe maan ook jou kan laten voelen waar tegelijk jouw angst, maar ook jouw kracht zit. Dus ik zou zeggen, ga gewoon in die rust met jezelf. Heb vrede met wat je voelt. Aanvaard gewoon wat je voelt. En als je misschien je angst of je onzekerheid net ruimte geeft of toelaat, kan je er gaan achterkomen dat daar net jouw kracht zit. Of net iets wat je van jezelf meer naar boven mag brengen, zodanig dat dat jou een stuk steviger in het leven zet. Of dat je jezelf op een krachtigere manier kan laten zien en daar ook heel veel kan gaan uithalen. Ja, en dan nog als laatste, na de nieuwe maan gaat Mercurius retrograden. Dat was ik in mijn vorige video vergeten te vermelden. Dus vanaf 5 augustus, nu algemeen zorgt dat voor vertraagde communicatie of communicatie die wat moeilijker gaat. Alleen de energie voor de komende maand die geeft net een versnelde beweging weer. Dus ik weet zelf nog niet heel goed hoe dat zal uitpakken. Ik vermoed dat die versnelde beweging of die snelheid die in de energie zit, dat dit keer wel eens over die Mercurius retrograde zou kunnen gaan. Nu, met Mercurius retrograde kunnen we ons inderdaad wat verward voelen. We kunnen zorgen dat we de neiging hebben om weer heel veel te gaan denken. Die denkpatronen als het ware, die kunnen terugkomen. Dus ik zou zeggen voor de komende weken, in die energie let vooral op je gedachten. Want het zijn vaak onze gedachten die bepaalde zaken blokkeren of afremmen. Dus ik denk dat onze sleutel vooral zit in het niet te veel nadenken, meegaan in die flow en ons bewust zijn van onze gedachten en ja, ervoor zorgen dat die net die snelle energie niet gaan afremmen. Dus dat we daar heel mooi in kunnen meegaan. En dan vermoed ik dat alles wat met communicatie en gesprek te maken heeft, dat ook wel weer ruimte krijgt en dat daar ook kansen en mogelijkheden in zichtbaar worden.
Ja, en dan ga ik met jullie kijken via de kaarten. Ik heb de Osho Zen Tarot erbij gehaald. In deze vuurenergie gebruik ik deze deck heel erg graag. Voor komende week is er nog het lichtraster met deze Lemurische kristallen. En ik wil die toch eventjes laten zien, omdat ik daar wat vraagjes over heb gekregen. De echt pure Lemurische kristallen. Deze heeft ook trouwens een heel lichtgele glans. Hè. Dat zijn de originele zaadkristallen, zeg maar. En die kan je dus herkennen aan de ribbeltjes. Ik weet niet of jullie het zien. Maar die hebben allemaal in hun originele vorm, dus de punten zijn niet geslepen, hebben allemaal die ribbeltjes. Dus dat is eigenlijk mijn hoofdkristal van het gouden lichtraster, wat je trouwens dan live kan volgen met de Leeuwenpoort. En ja, uiteraard de citrien staat voor overvloed. De zonnevlecht ook. Dus dat helpt ons om ons bewust te worden, alweer, van onze kracht, wat we in ons hebben. En wat we daar vooral mee kunnen doen. Dus we kunnen wat angsten overwinnen, zoals ik daarnet al zei. Of het kan zijn dat alles wat ons wat onzeker maakt, wat doet twijfelen aan onszelf, dat deze nieuwe maan ons helpt om daar overheen te stappen en te zeggen van ja, ik ga dit doen. Ik ga hierin mee. Ik luister naar datgene wat ik eigenlijk heel graag wil. En ik ga daar helemaal voor. Ga eens kijken in de basis. Deze nieuwe maan in Leeuw. De koningin van aarde, van regenbogen, flowering. We kunnen openbloeien. Dat wil wel zeggen dat we stevig staan. Die aarde-energie, we staan stevig. We zorgen voor onszelf blijkbaar. Deze nieuwe maan kan dat nog meer gaan stimuleren. Ik zie hier onderaan de aas van regenbogen van aarde. Dat is onze volwassenheid nu. De aas van aarde of van munten. Dat staat ook voor een nieuwe start. Je ziet hier heel erg die bloemen, die lotus hier ook. Dus ja, iets wat openkomt. We bloeien open, we nemen onze ruimte in, omdat we net stevig staan. Waarschijnlijk ook met die steenbok-energie. Twee keer een volle maan in steenbok. We hebben stevig kunnen aarden, we zijn dicht bij onszelf. Dus een zeer, zeer mooie kaart om hier centraal te hebben. Ja, dat maakt ons eigenlijk praktisch en gegrond. Maar ook ergens een soort van vertrouwen. Hè? We staan in contact met de bron, onze bron, met onszelf. En ja, ik voel hier ook bij dat we heel erg in contact staan met onze eigen energie en daar ook goed voor zorgen. Ik voel hier iets bij wat zegt van we zijn de beschermer van onze eigen energie. We zijn ons bewust van onze eigen energie. En ja, we kunnen daar nu veel beter voor zorgen. Het kan zijn dat we onze eigen ruimte wat meer beschermen of wat meer zoeken naar manieren waardoor we inderdaad meer kunnen gaan opbloeien, onze eigen energie veel beter kunnen gebruiken. Nu, die aas van munten, voor sommigen kan dat letterlijk iets nieuws zijn in je leven, zoals een nieuwe job, een nieuwe woning, een nieuwe relatie. Dus echt nieuwe projecten, een heel nieuwe start in het praktische. Of dat kan gewoon zijn dat je voelt dat je de dingen op een heel andere manier kan of mag gaan aanpakken. En dat je dan ook voor nieuwe dingen gaat kiezen. In een nieuwe omgeving, op een nieuwe plek. Of dat je misschien zin hebt om bestaande omgeving, om daar wat veranderingen in aan te brengen, zodanig dat het allemaal heel fris en nieuw voelt. In het bewuste stukje, ja, hier krijgen we ram-energie, de rebel. Ja, dat is die mannelijke energie heel erg. Hè? Je ziet hier hè, deze figuur die zich losmaakt van de kettingen. Dus alles wat hem heeft beperkt in het verleden, daar maakt hij zich los van. Blijkbaar zijn we daar al een tijdje mee bezig. Dus we doorbreken bepaalde structuren, bepaalde gewoonten. Heel veel zaken waarin we zijn meegegaan. Waar we misschien onze eigen plek niet in hadden. Nu, ik zie hier wedergeboorte met de 10 van zwaarden. Nu, in de Osho Zen Tarot is dat die onderdrukte energie.
daar stappen we van weg en we komen hier dan in die leeuwenenergie. En wat zorgt voor een veel lichtere energie. Dus alles wat zwaar heeft gewogen, dat hebben we blijkbaar al grotendeels van ons afgegooid, waardoor we veel meer in onze kracht staan. Nu, voor sommigen kan dat nog wat spelen, hè? Het rebelse, maar dat wil vooral zeggen dat we opkomen voor dat waar we in geloven, dat niet alleen, maar dat we ook een beetje tegen de stroom durven ingaan of dat we ergens voor kunnen opkomen of dat we merken dat, dat we gewoon niet bang zijn om anders te zijn, om ons unieke zelf te zijn en dat daar ook ruimte voor is. Dus hierbij ook vuurenergie. Dus we hebben al vuur en aarde. Dan eens kijken in het onbewuste, dus wat wel al aanwezig is, maar wat we nog niet helemaal zien of voelen. En de 10 van vuur, 10 van staven, dat is onderdrukte energie. Dat is misschien een interessante om even stil bij te staan, van wat heb jij in jezelf nog onderdrukt? Hè? Die touwen staan eigenlijk voor alles wat ons klein heeft gehouden. En die kaart zegt letterlijk dat die energie zijn weg naar buiten zoekt. Dus dat zijn die scheurtjes die je ziet. Dus er is iets in ons wat naar buiten wil komen. Wat we niet langer kunnen onderdrukken. Wat we niet langer beneden kunnen houden. Dus er is iets in ons wat wil opstaan. Wat wil losbreken. Dat is meestal onze eigen energie. Die ruimte zoekt, die zegt van, ik wil hier iets mee gaan doen. Ik kan dit niet langer voor mezelf houden. Ik kan dit niet langer wegdrukken. Ik krijg hier de 2 van lucht, van zwaarden. Nu, schizofrenie, je ziet er een figuur die hangt met handen en voeten aan die beide toppen. En die stelt zichzelf de vraag van, laat ik eerst mijn handen of eerst mijn voeten los? Wetende van, ik hoef eigenlijk toch te vallen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het conflict in onszelf. Van wat is nu mijn eerste stap? Hoe pak ik het aan? En als we net iets te veel gaan nadenken, dan blijven we daar eigenlijk hangen, hè? In die tweestrijd. Dus hier zit wel een energie. Het kan zijn dat we misschien te veel hebben nagedacht. Of zoals ik daarnet al heb vermeld, hè, dat die gedachten ons nog wat kunnen afremmen. Dus eens we niet meer nadenken over hoe we de dingen moeten aanpakken, we weten toch dat we die eerste stap vroeg of laat mogen zetten en helemaal daarin mee mogen gaan. Dus het heeft geen zin om eindeloos te gaan nadenken hoe we de dingen moeten gaan aanpakken of wat de eerste stap is. Zet die stap en kijk dan wat de volgende is. Dus hier wordt eigenlijk weergegeven, het zou kunnen zijn dat we bepaalde zaken hebben onderdrukt of bepaalde zaken hebben uitgesteld, dat we onze eigen energie niet voldoende ruimte hebben gegeven, omdat we er net iets te veel over zijn gaan nadenken of daar misschien we hebben het proberen te begrijpen of voor andere zaken gekozen die logischer leken op dat moment en dat we daardoor onze eigen energie wat onderdrukt hebben en dat dat nu doorbroken wordt. Vuurenergie is uiteraard onze passie, dat wat ons gelukkig maakt, wat ons een goed gevoel geeft. Soms maken we heel logische beslissingen, wat dan op dat moment goed lijkt. Maar schuiven we een stukje of een groot stuk van onszelf opzij. En dat is iets wat we eigenlijk allemaal doen in het leven, hè? Vooraf. Hè? We doen wat logisch lijkt of wat het systeem ons, van ons verwacht. Maar eigenlijk onderdrukken we onze eigen energie. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat heel veel mensen nu ergens uitstappen en zeggen van, nu ga ik mijn eigen ding doen. Nu is het tijd voor mij, voor mezelf. Dat zie ik ook in die eerste 2 kaarten eigenlijk terug. Want ik wil opbloeien, ik wil mezelf laten zien. In alle kleuren, in alle vormen, gewoon vanuit wie ik ben. En dan gaan we eens kijken in de energie rondom ons. Dat kan iets zijn in onze maatschappij, dat kan iets zijn in jouw omgeving. Het kan zijn dat het leven jou uitdaagt of jou net ondersteunt. Oké. En hier hebben we de zon. Dus echt die leeuwenenergie. De zon staat ook effectief in leeuwen. Het is die meer mannelijke energie. Nu zie je de onschuld. Dat is durven kijken naar bepaalde zaken zonder te oordelen.
En ik vind dat eigenlijk wel misschien zelfs al een beetje een advieskaart. Ik heb het daar straks aangehaald van, ja, hou je ogen open, kijk naar de dingen, maar observeer. En zonder te oordelen, dus niet door te zeggen van, ja, dit is goed of dit is slecht of ah, dit kan wel of dit kan niet. Kijk gewoon wat er rondom jou gebeurt. Nu, met die zonne-energie, dat geeft mij het gevoel dat de dingen rondom ons duidelijker kunnen worden. Dat we ook veel meer de positieve zaken kunnen zien. Dus wat ik eerder al heb aangehaald, hè, dus dat wat op het eerste zicht minder fijn lijkt of in het verleden minder fijn is geweest of minder positief. En dat we nu kunnen zien wat daarachter zit. Dus als we onze tijd nemen om gewoon te kijken, te observeren, te kijken wat er beweegt, wat er verandert. En dan kunnen we wel eens gaan merken dat er ook heel positieve dingen gebeuren. Nu krijg je de 9 van water. Dat is de kaart van verlangens, van dromen, het achteroverleunen. Maar niet te veel uiteraard, hè, want hier heb je de scherven. Dus het is een tijd van relaxen. Nu, ik vind dat wel passen in met die nieuwe maan in Leeuw. Maar heel even om dan weer recht te staan en er helemaal voor te gaan. Dus het lijkt alsof dat deze nieuwe maan ons dan nog eens extra wat ontspanning gunt. Een beetje vakantie, een beetje van alles weg. Maar als ik dat dan naar deze kaart kijk, daar zit een bepaalde rust in. Van kom tot rust. Geen oordeel. Voel vooral bij je zonnevlecht, maar ook je tweede chakra in je buik. Wat doet het met jou? Als je iets ziet of je komt in een situatie terecht, wat doet het met jou? Ik krijg bij deze kaart enorm van, ja, de wereld laat ons zien wat er nu belangrijk is. Kijk naar de zaken. Ga je er niet te snel over uitspreken. Laat het gewoon binnenkomen. Voel wat het met jou doet in jouw systeem, wat het in beweging brengt. Zoals daarnet gezegd, het zou kunnen zijn dat je misschien van bepaalde zaken wat angstig wordt. Kan dan uiteraard zijn dat je daar net je kracht of je talent in ontdekt. Maar het zou kunnen zijn dat bepaalde zaken ons eerst wat angstig of onrustig maken. Als we dat durven doorvoelen en een tweede keer kijken, een derde keer of een vierde keer kijken of blijven kijken naar de zaken, dat dat dan duidelijker wordt en dat we daar meer rust in kunnen vinden. Dan heb ik heel veel zin om gelijk door te gaan naar de inzichtkaart, dus waar mogen we wat extra aandacht aan besteden nog? Is er iets wat ons verder kan helpen? Blijkt wel of dat onze omgeving ons heel veel laat zien, ons misschien ook weer eventjes kan raken in onze angst, of daar waar we net wat bang van zijn of onrustig door worden. Als we daar rustig in blijven, erop vertrouwen dat de zaken in beweging zijn, dat we daar ook het positieve in kunnen zien. Dus ga niet af op de eerste indruk, zou ik zeggen. Ons inzichtje. De kaart laat wat op zich wachten. Wauw, en nog een keer de leeuw. Dit is eigenlijk de duivel, hè? De duivel in de tarot. Conditionering, dus alles wat ons is aangeleerd, dat doorbreken wij. Dat is eigenlijk een leeuw die opgegroeid is tussen de schaapjes, lang heeft gedacht dat hij een schaapje was, hè? En ja, zich nu bewust is geworden dat hij, en dat doet mij wat denken aan de rebel, dus daar waar we heel erg zijn meegegaan in bepaalde zaken, ons hebben gedragen zoals anderen, kunnen we nu onze eigen energie voelen en vooral merken waar we net anders in zijn. Nu, dat hoeft niet verkeerd te zijn, hè? We zijn allemaal uniek, we hebben allemaal onze eigen talenten, kwaliteiten, zaken die ons krachtig maken, dus het lijkt alsof dat we iets kunnen gaan doorbreken. Ik krijg hier trouwens de 5 van regenbogen, van aarde, van munten. Die outsider, dus daar waar we ons wat buitengesloten hebben gevoeld. En dat is een kaart die voor mij zegt, ja, we hebben ons in het verleden, we hebben hard ons best gedaan om ergens bij te horen. En dat zien we hier ook met deze leeuw, waarschijnlijk onbewust, omdat die zo werd grootgebracht, denkende van, oké, ik pas hier in de kudde. En ja, zolang ik mij aanpas, dan pas ik ook in het plaatje. En dat geeft deze kaart aan dat er een verandering plaatsvindt in onze relaties. Of dat we ons voorbereiden om ons op een heel andere manier te verbinden. En dit kindje staat wel voor het hekje, voelt zich inderdaad wat buitengesloten, maar heeft niet door dat dat hekje eigenlijk niet op slot is. En ja, ik krijg daarbij zo het gevoel dat daar waar we ons best hebben gedaan om ergens bij te horen, dat we dan kunnen zeggen van nee, ik pas mij niet meer aan. En dat is hier ook een beetje die onderdrukking, hè? Dat we misschien onze eigen energie onderdrukt hebben om net ergens in te passen, om net ergens in mee te kunnen,
om, ja, ik kan zomaar nog een tijdje verder gaan. Ik denk dat jullie mij wel begrijpen. Dus het is een tijd om durven zeggen, oké, hier sta ik voor, ik pas me niet aan. En er ook op vertrouwen dat we net die mensen aantrekken die net bij ons passen, die ons als gelijken zien. Dus het is niet aan ons om ons aan te passen aan anderen, uiteraard ook niet aan anderen om zich aan te passen aan ons. Maar zolang we gewoon onszelf zijn, een beetje dat rebelse, maar op een goede manier, als we durven zeggen van kijk, dit ben ik en hier sta ik voor en ik blijf trouw aan mezelf en ja, ik doorbreek alles waarin ik mij heb aangepast. Dan mogen we erop vertrouwen dat die dingen en die mensen naar ons toe komen die daarmee resoneren. Ik ben wel blij dat ook weer die leeuw hier nu voor een tweede keer naar voren komt in deze reading. We eens kijken, misschien al naar de komende volle maan toe, de 19e. Waar wil deze energie ons naartoe? 7 van munten, van regenbogen. Nu, geduld. Je ziet hier een zwangere vrouw. Het zijn de maanfasen. Dus misschien is dat voor de komende maandcyclus, de komende 4 weken. Die vertrouwt erop dat haar kindje zal geboren worden als het volgroeid is. Dat geeft aan dat dingen aan het groeien zijn. En als we daar het resultaat nog niet van zien, en dat we in die rust mogen blijven. Dat is een soort van vertrouwen. Vertrouwen dat de dingen zichtbaar worden. Dat de dingen ook in ons leven komen als de tijd rijp is. Als het daar goed voor is. Nu, 7-energie is altijd een inzicht. Inzicht, vooral in het materiële. We hebben hier 2 keer aarde-energie. Het zou kunnen zijn dat we het in het praktische, aardse, in het dagelijks leven, het resultaat nog niet echt zien van alles wat we hebben gedaan voor onszelf. En dat deze kaart ons wil zeggen van heb geduld, dingen zijn aan het groeien. Het is in jou aan het groeien en het komt wel naar buiten. Nu, met die onderdrukte energie en die duivel en deze kaart krijg ik ook wel zoiets van ja, ga de dingen niet forceren bij jezelf. Weet dat de dingen altijd in beweging zijn, dat er altijd wel iets in jou groeit en dat je zelf ook wel voelt hè, als het het juiste moment is om iets naar buiten te brengen. Dus voor al wie kijkt, wie bepaalde plannen heeft, als je echt, als je een beetje ongeduldig bent, van ja, wanneer is het nu eindelijk het juiste moment? Weet dat er iets in jou aan het groeien is, dat het misschien nog wat meer vorm mag krijgen, voordat je het naar buiten kan of mag brengen. Dus dat haal ik hier ook een beetje uit deze reading. Oké, ik ga hierbij afsluiten. Nu, mocht je graag een persoonlijke reading hebben, ook met 6 kaarten en wat extra inzichtskaarten, kan je reading voor de komende week nog altijd aanvragen. De link vind je onderaan in de beschrijving van deze video. En je bent uiteraard ook altijd welkom om het lichtraster live mee te volgen komende donderdag op 8 augustus. Dus ook de link voor de inschrijving vind je onderaan de video. Oké, nou, heb je wat gehad aan deze reading? Geef me zeker een likeje, laat iets achter in de opmerkingen. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, doe dat dan zeker. Dat is gratis, dat blijft gratis. En dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe video's die ik post. Je kan ook lid worden. Dan heb je toegang tot extra video's en de live. Dus ga zeker ook eens kijken als jou dat interesseert. Oké, nou dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een heel fijn weekend, een hele fijne week. Het wordt een bijzondere week. Dus geniet ervan en tot heel snel. Heel veel liefs. Dag!